Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn om hier weer te zijn, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het is ook in zijn naam dat ik een woord wil brengen vanmiddag. En het gaat over een beproeving van ons geloof. Geloofsbeproeving. En boven de preek heb ik gezet, beproefd geloof. En ik wil met jullie twee stukjes lezen uit het Nieuwe Testament. Matthäus 7, vers 24 tot 29. En Jacobus 1, vers 1 tot 8. Dus om te beginnen, Matthäus 7, vers 24 tot 29. De wijze en de dwaze bouwer. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doen, die zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. En in Jacobus 1, vers 1 tot 8. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Beproeving van het geloof. Het is iets wat wij allemaal meemaken. Maar waar we alleen vaak niet van bewust zijn dat het beproeving van geloof is. We maken allemaal dingen mee, komen in moeilijke situaties terecht. Dingen die we niet begrijpen, waar we niet goed mee weten om te gaan. En vanuit onszelf hebben we dan de neiging om of te vechten, of te vluchten, of te bevriezen. Wat is de goede manier? Het is afhankelijk van ons karakter, hoe we reageren. Je ziel kan zo vol zorgen zijn, het licht gedoofd. We zongen net, dat door een blik op de redder, daar is licht door een blik op de redder en leven voor elk die gelooft. Dus dat is altijd de weg. Eén weg. Richt uw oog nu op Jezus. Bij hem is raad. Bij hem is redding. Want in dit alles wordt ons geloof beproefd. Ons geloof wordt getest. En in Jesaja 7 vers 9 staat, indien u niet gelooft, voorwaar u zult geen stand houden. Het antwoord op elke vraag die wij hebben, is Jezus. En het middel tot dat antwoord is geloof. Dus geloof is levensbelangrijk. Zonder geloof zal je geen stand houden. Het is het begin, maar ook het hele leven van een christen. En daarom wordt het geloof beproefd. Getest door God. Door alle situaties van het leven heen.
En het doel van deze test is tweeledig. 1. Om te kijken of het echt is. Om het te testen of het echt is. En de tweede, om het sterk te maken. Kijk, een keurmeester beproeft, keurt de kwaliteit van iets. Kaas of wijn. Je kent het wel. Wij kennen allerlei keurmerken in het leven. En uit zo'n keurmerk blijkt of een product echt is wat het zegt wat het is. Denk aan fair trade. Als je met levensmiddelen werkt, ik heb een tijdje kaasboer geweest, dan moet je ook aan allerlei voorschriften voldoen. Je hebt bijvoorbeeld een voedselveiligheidsplan. De hygiënecode, HACCP. Daar wordt op gecontroleerd of je hygiënisch werkt. Goudse kaas bijvoorbeeld, dat mag je niet zomaar verkopen. Die goudse kaas is pas goudse kaas als het tussen de 1 en de 16 kilo is. En als het een minimaal vetgehalte heeft van 48%. Dat wordt gecontroleerd, dat wordt getest. Nou, op mijn huidige werk hebben we ook een keurmerk, dat heet HKZ. Misschien kent u het. Dat staat voor harmonisatie, kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. En op internet staat, een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening. Nou, om deze reden hebben wij om de zoveel jaar een uitgebreide audit op ons werk. En dan komt er een auditor, een controleur, die komt alles helemaal doornemen. En in die periode is het altijd een beetje spanning, op de werkvloer. En dan worden de regels aangescherpt. Want we moeten toch zeker werken zoals de auditor het wil. Want ja, als je je keurmerk kwijtraakt, dan raak je je vertrouwen kwijt van de aanbesteden, zeg maar. En dat is natuurlijk vooral een financiële kwestie. Maar zo wordt ons geloof ook getest door een hemelse keurmeester. Een hemelse auditor. En daar moeten wij niet bang voor zijn. Dat moeten wij juist als vreugde achten, zegt Jacobus. Want het is allereerst levensbelangrijk om te weten, om nu al te weten, of het fundament waar ons huis op gebouwd, of dat recht is, of dat goed is. We lazen net Matthäus 7 over die wijze en dwaze bouwer. Dat is toch goed om nu te weten, voordat het te laat is. Dat is beproeving. Kijk, diegenen die op zand bouwen, dat blijken u en ik te zijn, als wij het woord van God wel horen, maar niet gehoorzamen. Wel horen en niet doen. En dat komt openbaar tijdens de storm van de beproeving. En mijn boodschap is, ontwijk die storm niet. Houd je huis dan niet kunstmatig omhoog, maar laat het instorten als het moet instorten. Want het is toch heerlijk, het is toch genade dat wij nu ons fundament nog recht kunnen zetten. Dat wij ons fundament kunnen bouwen op de rots, op Jezus. Kies de kant van de keurmeester. Kijk, als zo'n auditor, daar kan je een beetje moeite mee hebben met de dingen die hij zegt. Maar het is goed om je daaraan te onderwerpen, want die keurmeester heeft het voor het zeggen. Hier in dat stuk stond ook dat Jezus sprak als gezaghebbende. Nou, dat is Jezus. Hij is gezaghebbend. Kies de kant van de auditor, van de keurmeester. En het heerlijke is dat deze hemelse auditor niet alleen het probleem haarscherp laat zien in ons leven, in ons levenshuis, maar ook de oplossing heeft. Hij is ook de verlosser. Niet alleen horen, maar ook doen. Niet alleen belijden met de mond, maar ook geloven met het hart, dan ben je zalig. En wat je gelooft met het hart, dat wordt aan de buitenkant zichtbaar. Dat is eigenlijk waar heel de brief van Jacobus over gaat. Wat je gelooft, dat moet zichtbaar worden van buiten. En dat in Jacobus 2, vers 17 bijvoorbeeld. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En in vers 26, zo is ook het geloof zonder werken dood. Je geloof wordt zichtbaar in je daden. Dat zegt ook Johannes. Wie zegt, ik ken hem,
en zijn geboden niet in acht neemt, die is een leugenaar en de waarheid is in hem niet. Het kenmerk van geloof is gehoorzaamheid. Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En juist in moeilijkheden, juist in tegenstand, komt openbaar wat in ons hart is. Maar kom in het licht. Ren niet weg. Laat u beproeven. Geef jezelf over aan hem, zoals een patiënt zich overgeeft aan een arts met een röntgenapparaat. Erken die dingen die aan het licht komen en ruim ze op. En richt je oog op Jezus. Zie je zijn vriendelijk gelaat. En de nacht van de zonde die zal vergaan. En die zal overgaan in het licht van zijn glorie en pracht. Want bekering is verlossing. En dat is Gods bedoeling van de test. Goed, als dat fundament dan op de rot staat. En u kunt zingen, volle verzekering, Jezus is mijn. Dan hebben we geen storm meer nodig? Ja, juist wel. Want het fundament is nog maar het begin. Het gaat om het hele huis. Dat vaststaat op de rots. En beproeving is niet alleen nodig om te weten of ons geloof echt is, maar is ook nodig om dat geloof sterker te maken. Het moet volharding teweeg brengen, staat hier in Jacobus, vers 3. En die volharding die moet volledig doorwerken, staat er in vers 4. Zodat wij volmaakt zijn, geheel oprecht en in niets tekortschieten. Dat is het doel. Christusbeeld geheel gelijkvormig. Zodat ieder die ons levenshuid ziet, zegt, hey, Christus woont daar. Dat is het huis waar Jezus woont. Geheel volmaakt. Is dat niet een beetje te hoog gegrepen? Als we sterven zijn we toch pas volmaakt? Nou, de Bijbel zegt dat ons leven nu alles te maken heeft met ons leven straks. In Colossense 1, vers 28 en 29 lezen we dat dat ook het doel van Paulus' inspanning was. Om iedere mens volmaakt te stellen in Christus Jezus. En in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17 lezen we dat dit het doel van het woord van God is. Het doel van het woord van God is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk werk volkomen toegerust. God wil nu onze heiligmaking, onze vervolmaking. Kijk, wat die hygiëne, waar ik het net over had, met die veiligheidsvoorschriften, wat die hygiëne voor het lichaam is en voor de lichamelijke gezondheid, dat is heiligheid voor de geestelijke gezondheid. Als wij Gods wil hierin veronachtzamen nu, zullen we schade lijden straks. Hoe precies weet ik niet. Maar als God zegt dat we moeten volharden als christen, dat met als doel dat we volmaakt zijn, dan moeten we dat geloven, gehoorzamen en najagen. Als we dit niet geloven en we zeggen, nou weet je, als we sterven maakt God ons één keer volmaakt, dan is er ook geen noodzaak voor volharding en beproeving. En dan kunnen we ook wel een beetje doen waar we zelf zin in hebben. Dan mag het vlees wel blijven leven. Dan krijg je dus geloof zonder werken, waar Jacobus zo voor waarschuwt. Dat geloof is dood. Ook Paulus jaagde naar volmaaktheid en hij riep alle christenen op zijn voorbeeld hierin te volgen. Als geestelijke volwassenen moeten we die gezindheid hebben. Jagen naar volmaaktheid. En dat is door deel te hebben aan het lijden en de dood van de Heer Jezus. Zodat we ook deel hebben aan zijn opstanding en leven. Sterven. Het kruis is niet fijn voor het vlees, maar het is heerlijk. Want het biedt ruimte voor de geest. Jacobus 1 vers 4 is Gods doel voor iedereen van ons. Ik kan niet zeggen dat ik volmaakt ben. Dit is meneer Bultrug in dat verhaal net. En ik denk dat niemand van ons dat kan zeggen. Dus dat betekent dat wij alle nog geloofsbeproeving nodig hebben
Omdat die volharding teweeg brengt en de volharding uiteindelijk volmaaktheid geeft. Ons volmaakt. Laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. In elke verzoeking heb ik twee keuzes. Of mezelf behagen, of mezelf verloochenen. Of het behoud van mijn vlees, of het behoud van de geest. Want die strijden altijd tegen elkaar. Vertrouw ik op God, of vertrouw ik op mijn eigen gedachten en mijn gevoelens? Neem ik de toevlucht tot God, of val ik terug in mijn oude patroon en mechanisme dat ik mezelf aangeleerd heb om te doen als ik het moeilijk heb? Van die karresporen, kent u dat? Waar je iedere keer weer in terugvalt. Het voelt wel even fijn, maar uiteindelijk kom je niks vooruit, want je draait alleen maar rondjes. Iedere keer weer dezelfde manier waarop je met problemen omgaat. Ik noemde dat net, vechten, vluchten of bevriezen. Het kunnen zoveel dingen zijn. Omgaan met verlangens, met angst, met teleurstelling, met boosheid, met hoogmoed, met laagmoed. Dingen die we graag zwakheden noemen, wat Esther net ook al zei, maar die de Bijbel zonde noemt. Ik persoonlijk ken ook de strijd met passiviteit, met neerslachtigheid, met het gevoel het leven niet aan te kunnen, het gevoel van onbekwaamheid. En er zijn vele momenten dat ik verzocht word op dat gebied. En mijn uitgesleten karrenspoor, waar ik snel in dreig te schieten, is om dan de boel aan te laten en het een beetje toe te geven aan die gevoelens en de stormen over te laten waaien. Maar dat is vlees. Die is een soort energiebespaarstand die mij niet verder helpt. Maar waar ik iedere keer op dezelfde plek blijf en niet groei. Niet groei in geloof. Ook niet, maar ik geloof dan ook helemaal niet. Want ik geloof niet in Christus die mij kracht geeft. Waardoor alle dingen mogelijk zijn. En dat bedroeft de geest. En ik denk dat u dat ook herkent. Op allerlei manieren in uw leven. Van die karresporen. Van die manieren in het vlees om te gaan met moeilijkheden. Maar ik kan en wil vanmiddag getuigen. Het is het geloof in Hem, in Jezus Christus, dat mij de overwinning geeft. Dat ik kan zeggen, Heere Jezus, u bent voor mij gestorven en ik met u. En ik ben met u opgestaan in het nieuwe leven. En die oude, die is dood. En Heer, ik loop zo tegen mijzelf aan. Maar ik grijp u aan, want u bent mijn leven. En ik wil niet geloven in de leugen. En ik wil die gevoelens van en die gedachten van passiviteit en neerslachtigheid, die wil ik verloochenen. Verloochenen betekent dat ze er wel zijn, maar dat ze verloochenen. Heer, ik geloof in u en in uw woord. U bent mijn verlosser. En weet je, op dat moment, als je dat bewust doet en je blijft staan en je grijpt de Heer aan in het geloof, is daar kracht en is daar overwinning. En dat geeft zo geweldige vreugde en vrede. Maar de volgende dag is die verzoeking er weer. Net op een andere manier. En ik denk dat velen van jullie dat ook kennen. Heb je een verzoeking weerstaan of doorstaan? Heb je ergens overwinning over behaald? En heb je blijdschap? Heb je Gods kracht ervaren in zwakheid? En dan een onbewaakt ogenblik, pats, zit je weer aan dat oude karrenspoor. Maar dat is nou juist de beproeving, die geloofsbeproeving. Dat is wat hij bedoelt in vers 3, dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Kijk, een boom wordt van één windvlaag niet sterk. Maar een boom die wordt sterk doordat het in weer en wind staat, jaar na jaar. Dat er stormen zijn die aan die boom rukken, winden, die de boom proberen ten neer te drukken. Daar wordt een boom sterk van. Sterke wortels onder de grond. Sterke bast. Wij moeten ons juist verblijden in de verzoekingen. Het als enkel vreugde achten, zegt Jacobus, omdat wij dan groeien op de school van de volharding.
Als de verzoekingen groter worden, acht God ons daar kinderlijk bekwaam voor. Dan zijn we kinderlijk gegroeid op de school van de verzoeking. Het zou raar zijn als kinderen in groep 3 sommen krijgen van groep 8. En even raar is het als kinderen in groep 8 sommen krijgen van kinderen in groep 3. Maar we mogen één ding zeker weten. En dat is dat we nooit verzocht worden boven wat wij aankunnen. En als u even uw hand bij Jacobus houdt, zoek het even met mij op. 1 Korinthe 10 vers 13. Echt een hele belangrijke tekst. 1 Korinthe 10, vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dat is toch heerlijk? Dit is zo'n geweldige belofte. Het woord van God, zegt Psalm 12, is gezuiverd, is als zilver wat 7 keer gelouterd is, staat in Psalm 12. Dat is het woord van God. Het is helemaal zuiver. Het is helemaal rein. Het is volkomen waar, volkomen betrouwbaar, zoals Hij wil dat wij worden door de beproeving. Maar Hij vergelijkt het woord van God met zo zuiver als zilver wat 7 keer gelouterd is. Nou, dat is de belofte waar wij op mogen staan. Dat Hij niet zal toelaten dat wij verzocht worden boven wat wij aankunnen. Dus dat is ook de reden dat we ons kunnen verblijden als de verzoeking is. Heer, dank u wel dat u beloofd hebt dat deze verzoeking niet te groot voor mij is. En wat voor reden hebben we dan om in ons karrenspoor te gaan rijden als de Heer Jezus zegt dat die verzoeking nooit te groot is? En dat hij ons de genade geeft om die verzoeking te doorstaan. Hij zal niet toelaten dat de beproeving te groot voor je wordt. Hij zal met de verzoeking, dus in de beproeving, ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Zoals waar Jacco vorige week uit sprak, in 2 Korinthe 20 en Romeinen 8. Dat wij met hem in de problemen meer dan overwinnaar zijn. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Het is eenvoudig door het geloof. Het gaat hier om geloof, om de beproeving van ons geloof. Moet dat een groot geloof zijn? Nee, die wordt vanzelf wel groter. Die wordt vanzelf sterker. Maar het gaat om degene waar ons geloof op gericht is. Richt uw oog nu op Jezus. Hij is groot. Hij is sterk. Hij is het die in welke verzoeking dan ook overal boven staat en de uitkomst zal geven om die te kunnen doorstaan. Doorstaan. Niet om daarvan bevrijd te worden, maar om die te kunnen doorstaan, er doorheen. Richt uw oog dus op Jezus. En we hebben hier dus trouwens ook het verschil tussen beproeving en verzoeking. Ik gebruik net als de Bijbel het woord eigenlijk door elkaar, beproeving en verzoeking. Want vaak is het ook dezelfde zaak. Maar God verzoek niet. Dat lezen we hier in Jacobus 1, vers 13. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij verzoekt niemand. Dus God verzoekt niet. Hij laat wel toe dat we verzocht worden, maar niet boven wat we aan kunnen, hebben we net gelezen. Satan verzoekt en God beproeft. Satan is de verzoeker, God is de beproever. Het doel van de verzoeker is dat je valt. Het doel van de beproever is dat je blijft staan. Dat je er doorheen gaat. Dat je uiteindelijk volmaakt wordt. En het is zo heerlijk, hij laat alle dingen medewerken ten goede. Zelfs het briesen van de boze. En ik denk wel eens, daar moet de duivel vreselijk gefrustreerd over zijn. Alles wat hij doet is uiteindelijk begrensd door Gods toelating en keert God voor zijn kinderen ten goede.
Dus wat voor kwade verzoeking de boze, de Satan ook maar wil, heeft bedacht tegen ons, zolang wij dit als beproeving van onze hemelse Vader erkennen en ontvangen, ons laten beproeven en volharden in geloof, dus vasthouden aan hem, aan onze verlosser, zolang werken al zijn boze verzinsels en tactieken alleen met ten goede. Dan passen ze volmaakt in het plan van God. En daarom zegt Jacobus, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Wat vinden wij van beproeving? Misschien hebt u ook wel eens die vraag gehad, waarom maakt God geen einde aan de duivel? Waarom maakt God geen einde aan dat vlees met zijn begeertes, die van alles in mij teweeg brengt, die mij verleidt? Nou, God laat dat nog bestaan, met een doel. Want het is in verzoekingen dat wij volharding leren. Ons geloof wordt beproefd zoals goud gelouterd wordt. Nou, we weten dat goud pas gezuiverd kan worden als het een temperatuur bereikt van boven de 1000 graden Celsius. Zo wordt het verhit, totdat het vloeibaar wordt en de vuilheid weggeschept kan worden. Laat u zuiveren. Zo groeien we naar geestelijke volwassenheid. Het is alleen door volharding en geduld in de beproeving dat wij volmaakt worden, geheel oprecht en in niets tekortschieten. Alleen zo worden wij Christus gelijkvormig. Krijgen wij deel aan zijn goddelijke natuur. En kan God zijn spiegelbeeld in ons zien. Eigenlijk is het net zoals in ons lichaam hoe onze spieren ontwikkelen. Onze spieren ontwikkelen alleen maar door tegenstand, door weerstand. Dat kan je zien aan astronauten die een paar weken in de ruimte zijn geweest. Die hebben, en misschien ook Alida, als ze niet traint, nu ze met de been stil moet zitten. Als je je spieren niet gebruikt, worden ze slap. Die astronauten die een week in de ruimte zijn geweest, moeten helemaal revalideren, omdat hun spieren zo lang geen weerstand hebben gehad. De spieren hebben weerstand nodig om sterker te worden. En dat is nou precies hetzelfde met verzoeking. Dat is de manier waarop onze geestelijke spieren sterk worden. Ontwikkelen. Verzoeking geeft ons de mogelijkheid onze geestelijke spieren te ontwikkelen, doordat ze weerstand krijgen waar wij tegen moeten vechten. Daarom moeten we het voor enkel vreugde achten, omdat we zo ook oefenen in geloof. Net als die fitnesser in de sportschool het vreugde in heeft om zijn oefeningen te doen en sterker te worden. Niet omdat dat gevoel op dat moment zo leuk is en de spierpijn de volgende dag, maar wel omdat hij een doel heeft. Dat zijn lichaam gezond is en fit is en sterk is. Nu zijn wij niet geroepen tot lichamelijke oefening, maar tot geestelijke oefening. Wat Paulus die zegt in Timotheus 1 Timotheus 4 vers 8, dat een oefening van het lichaam tot weinig nut is. Omdat zij alleen de belofte van het tegenwoordige leven heeft. Terwijl de godsvrucht nuttig is voor alle dingen. Waarom? Omdat zij de belofte van dit en het toekomende leven heeft. Dus nu mogen jullie best wel van mij naar de sportschool. Maar als jullie maar vooral in de godsvrucht gaan fitnessen. Maar het is wel dat we op dezelfde manier moeten kijken naar geestelijke oefening. Naar geestelijke, naar God, naar de Dat we zo kijken naar geestelijke oefening, zoals de fitnesser kijkt naar lichamelijke oefening. We kunnen echt leren te volharden, geduld te hebben, met een geweldige uitwerking. Dat we volmaakt zijn. Tot elk goed volkomen toegerust en bruikbaar in de handen van onze Vader. Nou, we hebben wijsheid nodig. Daar gaat vers 5 over. Juist ook in verzoeking. Juist ook in verzoeking hebben we wijsheid nodig. Want de reden van heel veel klagen en mopperen tot God over hoe we ons behandeld voelen, heeft te maken met gebrek aan wijsheid. Als wij Gods wijsheid hebben, zullen wij niet klagen over zijn handelen met ons. Want dan zullen we zien dat hij alle dingen doet medewerken ten goede.
En dat Hij onze volmaaktheid op het oog heeft. En dan kunnen we God danken in alles. Dank God in alles, zoals 1 Thessalonicenzen 5 zegt. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet. Vind ik zo mooi. Als iemand van u. U zit in die situatie wat u niet kunt begrijpen. Dat u niet weet hoe u moet reageren. Dat u niet snapt waarom God iets toestaat. Dat u niet weet wat u moet doen. Hoe vaak hebben wij dat dan niet? In ons gezinsleven, op ons werk, op school, in onze familie, in de gemeente. Op alle terreinen van het leven kunnen er zoveel moeilijkheden zijn. Maar dan vind ik dit een geweldige belofte. Als iemand van u. Het maakt niet uit wie je bent. Er is geen aanzien des persoons bij God. Iemand van u. Dat houdt ook u en mijzelf in. En jou. Als je in een situatie zit waarin je het niet weet, waarin je wijsheid tekortschiet, hier is de belofte, speciaal voor jou, speciaal voor u. Vraag het aan God. Die ieder zonder onderscheid overvloedig geeft. Dus niet zomaar een paar korrels, nee, overvloedig. Jezus zegt in Lucas 6, vers 38, een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat. Je moet denken aan zo'n grote emmer met graan. Is geschud, vastgedrukt, overlopende emmer. Dat is de maat die God ons wil geven. Overvloedig. En hij geeft zonder verwijt. Hij zal niet zeggen dat we dom zijn, of dat we nou voor de zoveelste keer komen. Nee, zonder verwijt. Zonder onderscheid, overvloedig en zonder verwijt. Als we vragen, zullen we wijsheid ontvangen. Maar één voorwaarde. Volgende vers. Geloof. Vanuit Hebreeën 11 vers 6 weten we dat het onmogelijk is om God te behagen zonder geloof. Alles hangt af van het geloof. Het begin van ons christenleven en heel ons christenleven. Tot einde toe. Tot daar waar we geen geloof meer nodig hebben, maar ons geloof overgaat in aanschouwen. Het hele christenleven is door geloof. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Als je verleiding wil doorstaan, heb je geloof nodig. En het is ook gelijk de test van het geloof. Als je wijsheid wilt, moet je ook vragen in geloof zonder twijfel. En Jacobus die gebruikt hier een heel duidelijk beeld van iemand die twijfelt. Die lijkt op een golf van de zee die op en neer geworpen wordt. Aarzelen om op God te vertrouwen maakt je als een golf van de zee. Onstandvastig in al je wegen. Het is een beeld van onbestendigheid, van onzekerheid. God wil niet dat iemand aarzelt om tot hem te komen. Of dat iemand twijfelt aan zijn goedheid. Want God is goed en daarom doet hij goed. Zie je ook in vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Dat is onze God. Iemand die twijfelt, moet niet denken dat hij maar iets ontvangen zal van de Heer. Niet iets minder, maar niets. Want als je twijfelt, ben je een dubbelhartig man, onstandvastig in al je wegen. Zo belangrijk is dus geloof in ons leven. En het is zo'n tragisch vers in Matthäus 13 vers 58. Het gaat over Jezus en daar staat er, hij deed daar niet veel kracht vanwege hun ongeloof. Hoeveel heeft God in ons leven niet kunnen doen door ongeloof? Zo essentieel geloof. Het is de hefboom die alles mogelijk maakt. Zoals ik al zei, het antwoord op elke vraag is Jezus. En het middel tot dat antwoord is geloof. Maar ongeloof bindt als het ware, met eerbied gesproken, de almachtige handen van God. Dubbelhartigheid. Onstandvastig in al zijn wegen. Er wordt alles instabiel. Het hele huis stortte in bij die man die bouwde op het zand.
Hij hoorde wel Gods woord, maar hij deed niet wat God zei. Hij geloofde niet echt. Nou, geloofsbeproeving brengt ook dubbelhartigheid aan het licht. God test uw en mijn hart of we deel willen hebben aan zijn goddelijke natuur, of dat we alleen willen leven voor onszelf. Voor onze verlangens. Maar hij wil dat we doorgroeien naar volmaaktheid. Dat we geheel oprecht zijn en in niets tekortschieten. Dat we bruikbaar zijn voor hem, tot elk goed werk volkomen toegerust. En er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Hij wil en hij kan ons verlossen van alle angst, van jaloezie, van onvergevingsgezindheid, van boosheid, van bitterheid, van hoogmoed, van laagmoed, van verkeerde seksuele verlangens, van wereldgezindheid, van boosheid, van bitterheid, van het koesteren van het vlees, het zoeken van het comfort en het kiezen van de makkelijke weg. Ja, van alles wat ons bindt en naar beneden trekt, om maar niet door te groeien naar die volkomenheid in hem. Hij biedt ons zijn verlossing aan, maar hij dwingt niet. Hij vroeg het hier op aarde aan de mensen: wat wilt u dat ik u doen zal? En dat vraagt hij ook hier, nu, vanmorgen aan u, vanmiddag aan u. Laten we vers 12 lezen. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Er is maar één weg. Door de verzoeking. Door de beproeving heen. Ons geloof moet beproefd worden. Geen kruis, dan ook geen kroon. Door welke situatie je ook heen moet. Verdrukking, benauwdheid, lichamelijk lijden. Paulus zegt dat we in dit alles meer dan overwinnaar zijn. Door hem die ons heeft liefgehad. Door hem kunnen we elke verzoeking verdragen. Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn helden wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden? Zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Dit zingen getuigt van beproefd geloof. Dit is verdragen van verzoeking. Geloof is zowel het middel als om de verzoeking te doorstaan, als het resultaat van de doorstaande verzoeking. En er valt nog iets op in deze tekst. Want in 12a lezen we dat als je de verzoeking verdraagt en je beproefd gebleken bent, je de kroon van het leven ontvangt. In Jacobus 1 vers 12b lezen we dat je de kroon van het leven ontvangt als je hem lief hebt. En dit leert ons dat verzoeking verdragen alles te maken heeft met liefde. Als we 12a en 12b samenvoegen, zien we dat verzoeking verdragen alles te maken heeft met hem liefhebben. En net als dat we voor de beproeving van ons geloof nodig hebben, hebben we voor de beproeving van de liefde nodig. Geloof en liefde dragen ons door de verzoeking heen. Maar ongeloof en het tegenovergestelde van liefde, zelfzucht, onvergevingsgezindheid, die doen ons vallen voor de verzoeking en in de verzoeking. En ik moest toen denken aan Romeinen 5 vers 5, waar staat dat de liefde van God in onze hart is uitgestort. En toen ik dat opzocht, vond ik het mooi wat daarvoor stond. Want het gaat hier precies over, Romeinen 5 vers 3. Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Hoor je precies hetzelfde? In vers 4. En de volharding, ondervinding. En ondervinding, zag ik in de studiebijbel, daar staat beproefdheid. Dus volharding bewerkt beproefdheid, net zoals wat Jacobus zegt. En de beproefdheid, hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Kom maar in de 5 vers 5.
Dus de liefde, dat is, is het bewijs dat wij die hoop zeker zullen ontvangen. Laat dan ook die liefde brandend blijven in uw ziel, in onze ziel, van uur tot uur. Als je ongeloof en zelfzucht in je hart vasthoudt, kom je niet door de test. Maar als de beproeving deze, of welke zonde dan ook aan het licht brengt, kies dan de kant van Jezus en laat je reinigen. Laat je verlossen. Elimineer de zonde, anders elimineert de zonde jou. Laat los en u zult losgelaten worden. Blader als laatste met mij nog een paar versen verder naar 1 Petrus 1. Vers 5. Ook hier hebben we weer diezelfde boodschap. Vers 5 tot en met 9. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is als die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Ziet u de rol van geloof, ook in dit stuk? U wordt door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid. Dus wat is nou wat ons bewaakt? De kracht van God. Door het geloof. Het is de kracht van God die ons bewaart. En die ons bewaakt en behoedt. Maar het is het geloof dat we daar deel aan hebben. En we zien ook in vers 8 dat we hem niet zien en toch lief hebben. Dat we hem niet zien en toch geloven. Weer die twee dingen, geloof en liefde. En de liefde, we hebben hem toch lief, dat is als het ware het bewijs. Dat we hem lief hebben te midden van de beproevingen. Dat we ons verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ondanks die beproevingen. En dat we verkrijgen, nu al en straks helemaal, het einddoel van ons geloof, de zaligheid van onze zielen. En ik geloof dat er met die zaligheid van onze zielen die volmaaktheid bedoeld wordt. Dat we volkomen zijn. In niets tekortschieten. Daar mogen we ons in verheugen. Dat God dat aan het bewerken is. Dus laat uw geloof nu gelouterd worden, zodat elk vuil en dubbelhartigheid verdwijnt. Zodat bij die grote vuurproef, want daar gaat het volgens mij over in vers 7, de openbaring van Jezus Christus, dat is de grote vuurproef, dat ons geloof beproefd mag blijken te zijn. Opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Want bij die openbaring van Jezus Christus zal alles verbranden wat geen Jezus is. En wat hebt u dan nog over? Alleen wat in het geloof gebouwd is, zal stand houden. Alleen beproefd geloof. Het is werk in uitvoering. En ik sluit af met de woorden van 2 Korinther 13 vers 11. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Amen.